Wist jij dat je met het toe-eigenen van fouten, zelfs als dat niet je eigen fouten zijn, je direct meer leiderschap kunt tonen? In deze video wil ik het daarover hebben en daarnaast geef ik je nog twee andere tips waarmee je meer leiderschap kunt tonen in jouw communicatie. Laten we beginnen bij een manier waar je misschien niet zo heel veel over hoort. Die van het toe-eigenen van fouten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een radio- of televisiepresentator die bij het begin van een interview een verkeerde naam aankondigt. En dat is best een vervelend begin, want kan meteen een negatieve toon in het gesprek neerzetten. We zijn in dat soort situaties, ikzelf ook als ik als dagvoorzitter die fout maak op het podium, geneigd om de schuld op iets of iemand af te schuiven. Dat stond verkeerd in het draaiboek of sorry, dat heb ik verkeerd op mijn spreekkaarten gezet. Kijk maar eens naar het volgende fragment en let op wat dat doet met het ethos, de geloofwaardigheid van de presentator. Bij ons is puberdeskundige Carla Smit van online platform. Hartelijk welkom. Ja, heel fijn. Mijn naam is Saskia. Sorry. Saskia? Ja. Anders denken ze, Carla, wie is dat nou? Nou, dat staat hier gewoon verkeerd in mijn draaiboek. Ja, dat geeft niks hoor. Maar anders... Dat staat verkeerd in mijn draaiboek. Maar wat zeg je daar eigenlijk mee? Nou ja, dat iemand anders een fout heeft gemaakt, namelijk de redacteur die het draaiboek heeft gemaakt. En dat past niet bij een leiderschapsrol. Waarom niet? Nou, enerzijds omdat je als leider altijd verantwoordelijkheid dient te nemen, ook als er iets misgaat. En anderzijds omdat je als een schild voor je mensen moet fungeren. Zit je in een leidinggevende rol, ben je manager, ben je hoofd van een afdeling of leid je een team, dan past publiekelijk het afvallen van jouw collega's niet bij die rol. Wat kun je dan beter wel doen? Nou, ruiterlijk toegeven dat je een fout hebt gemaakt, ook al is het niet je eigen fout, en doorgaan tot de orde van de dag. Dat heeft ook nog eens het bijkomende effect dat je een stuk sympathieker overkomt, want mensen zien dat je een fout maakt en dus gewoon een mens van vlees en bloed bent. De tweede manier waarop je leiderschap kunt tonen in je communicatie gaat over de standaard geschilpunten. En als ik die nou in versimpelde vorm zou moeten uitleggen, dan gaan de standaard geschilpunten over het formuleren van een probleem, de oorzaak van het probleem, jouw oplossing voor dat probleem en de bijkomende gevolgen. Stel je nou eens voor dat een collega in een overleg een voorstel ter verbetering doet. Bijvoorbeeld, we moeten gezonder eten met z'n allen, we moeten gezonder leven als collega's en daarom moeten we de kroketten in de kantine afschaffen. Dan kun je als reactie simpelweg zeggen, daar ben ik tegen. Veel beter is het, en daarmee toon je ook gelijk meer leiderschap, om te vragen wat het probleem precies is dat iemand probeert op te lossen met deze oplossing. Wat eventuele negatieve gevolgen zijn. En zo kun je het gesprek verdiepen, kun je leiderschap tonen in je kritiek en kun je tegelijkertijd samenwerken aan een betere oplossing. En dat is tonen van leiderschap. Mijn derde advies gaat over vragen stellen voor je advies geeft. Je bent als leidinggevende vaak in de positie dat mensen je om advies vragen. En mijn tip is dan ook, zorg dat je veel vragen stelt voor je iemand een advies geeft. Waarom? Omdat ons eigen denkkader ons vaak veel verder inperkt dan we zelf doorhebben. Laat ik je een voorbeeld geven. Toen ik onlangs dacht over het volgen van een opleidingsprogramma voor toezichthouders, belde ik een collega op die datzelfde programma ook al had gevolgd. En ik stelde hem de vraag, moet ik dat programma volgen, ja of nee? In plaats van direct een antwoord te geven, stelde hij me drie vragen. Waarom wilde ik dit programma volgen? Wat dacht ik eruit te halen? En wat wilde ik er in de toekomst mee doen? En daardoor stelde hij niet zijn eigen ervaringen, zijn eigen denkkader centraal in zijn advies, maar dat van mij. Dat leidde tot een heel prettig gesprek en een heel erg goed advies. En daarom mijn tip, als iemand je om advies vraagt, stel dan eerst een hele hoop vragen voor je het advies geeft. Goed leiderschap dus, door fouten toe te eigenen, gebruik te maken van het standaard geschilpuntenmodel en eerst vragen te stellen voor je advies geeft. Zoals altijd willen we heel graag horen of het lukt om deze tips in de praktijk te brengen. Laat het hieronder weten en laat ons ook weten hoe we je verder kunnen helpen. En natuurlijk, zoals altijd, vergeet niet deze video te liken en je te abonneren op het kanaal van het Nederlands Debatinstituut.